Als dit het aantal mensen is in Nederland, dan is dit het aantal mensen dat gelooft in een persoonlijke god. Kortom, we worden met de dood bedreigd. We zijn een uitstervend soort. Tijd om eens uit te gaan zoeken of we nog wel een beetje herkend worden op straat. Welkom bij... Wie is de Christen? Ja hoor mensen, daar staan ze, de kandidaten van deze week. Maar wie is nou de Christen? Het is de tijd voor een nieuwe aflevering van de hitserie Wie is de Christen? Ik sta hier met Greetje. Ja, dat ben ik. Ja. Dat is zij. Wat is jouw naam? Ik heet Ahmed. Oh, doe. Helene. Sarah. Je ziet hier een rood doek. Achter dit rode doek staan drie mensen. En aan jullie om mij zo meteen vertellen wie van de drie Christen is. Hebben jullie zelf iets met geloof? Ja, islam. Moslim. Moslim? Ik ben ook moslim. Okay. Hoe ziet een Christen eruit? Ik zou niet weten. Heb jij een tip voor me? Nee. Nou, dan weet ik het ook niet. Benen, armen, ik weet het niet. Je hebt toch allemaal verschillende mensen? Gewoon als ieder andere mens. Gewoon neus, ogen, mond. Sommigen hebben zwarte kleren aan, maar... Ja, de andere niet. De refo's. De rok tot hier. Ja, zo'n broek, dat kan natuurlijk niet. Oh, shit. Dan mag u aftellen van 6 naar 0, 13 naar 0 en dan zorg ik dat het doek naar beneden komt. 13. 12. 11. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Oké. Sorry, ik draaide te ver door. Ja, wat valt jullie op? Ze zien er alle drie wel heel lief uit. Arme benen, hè? Jij wil... Wie is de Christen? Wat denkt u? Oh, maar jongen, ik vind dit zo moeilijk. Ik denk dat de rechter is een Jood. Waarom denk je dat? Ik weet niet, hij heeft zo'n mooie sjaal. Hij kijkt zo lief en zo. Joden zijn wel lief. Joden lachen. De Joden lachen. Ik denk die meneer daar. Oprecht? Ja. Gelijk. Hij ziet er een beetje braaf uit. Braaf? Ja. En die middelste vind ik echt een lief jongen. Ik denk dat hij ongelovig is. Hij gelooft er in zichzelf of zo. Hij gelooft in zichzelf? Ja, en de linker is, ik denk wel christelijk. Ja, waarom denk je dat? Ik zie zo'n mooi jasje. Toch, ze houden altijd van die sexy dingen, tijgerdingen en zo. Christenen? Ja, de meeste. De meeste christenen houden van tijgerdingen? Tijgerdingen, raar. Oké. Ja, student denk ik. Beetje roekeloos. Roekeloze student? Ja. Ik denk dat hij wel eens wat meegemaakt heeft vroeger. En tot bezinning is gekomen. Ja, links, sorry, moet ik heel eerlijk zijn? Jazeker! Ja, sorry, links lijkt me meer een soort Ordi type die zaterdagavond in de kroeg hangt. Sorry, het spijt me. Maar wat is ordinair dan? Die tijgerprint of panter? Tijgerprint. De middelste is te normaal of zo, ik weet het niet. Normaal? Ja, en rechts, ik zie hem wel met zo'n kruis om zijn nek en zo. Want dat doen christenen? Ja. Zullen we dan naar de ontknoping gaan? Ja. Ja? Ja. Okay. Ja. Dat is hier om de hoek. Jij gaat voor de dame op links. En waarom mag jij voor de jongen meer? Ik weet niet man, ik denk eerlijk van ik ken meer christelijke mannen dan vrouwen. Braaf zijn ze zeker, zeg jij. Daarom ga je voor de man op rechts. Ja. Oké, wie is de Christen? Rechts. De middelste. Okay. Wat is uw definitieve keuze? Ik hou het bij de jongen man. De jongen op midden. Dan mag de Christen zich nu bekendmaken. Wie? Jij kunt zelf ook meespelen. Hierboven in beeld staat de poll. Vul hem in. Wie denk jij dat de Christen is? Is het deze dame? Deze man hier in het midden? Of deze goed gemutste jonge heer? Vul de poll in. Ik ben benieuwd waar je mee komt. Succes. Oh, prachtig. Oh, die Jood is christelijk. Wow, yo. Heel wel goed gedaan, meneer. Oké, er wordt een handje geschud. Ja, goed gedaan. En wat heeft hij goed gedaan dan? Gewoon, je weet toch, zo ondeugend kijken, zo lief en zo. Gewoon zo. Ja, wat vindt u prachtig? Dat hij er eerlijk van uitkomt. Schitterend. Ja. En hij dan... Hij is geen christen. Je blijft ook applaudie. Je hebt gelijk, man. Ja, jongen. Maar u zat ernaast. Ja, hoe is het mogelijk? Nou ja, kan toch. Hey, jij krijgt een prijs natuurlijk. Yes. Nog een hele fijne dag in Rotterdam. We schudden de hand. Ja. U heeft lekkere warme handen. Ja, als ik hier nog 5 minuten sta, staat ze lekker. Ja, ik snap het in. Dank u wel, mevrouw. Doei.